In Etten-Leur is een vrouw van 92 overleden omdat ze werd aangereden door een busje. Ze wilde oversteken met haar rollator en viel. Daarna werd ze aangereden door de bestelbus, die door is gereden. Het busje is nog niet gevonden en de politie is op zoek naar getuigen. In Oosterhout is een 42-jarige man aangehouden omdat hij gedreigd zou hebben met een vuurwapen richting een collega. Daarna was hij op de vlucht geslagen. Bekenden van de man maakten zich zorgen over zijn toestand. De politie rukte daarom flink uit met een arrestatieteam, meerdere eenheden en een politiehelikopter. Uiteindelijk is de man, 5 uur na de melding, gevonden en aangehouden. In Den Bosch is een man met zijn scootmobiel in het water beland. Hij werd door voorbijgangers op het droge geholpen en is door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij in het water terecht kwam is niet bekend. Op de Boutenslaan in Eindhoven is een auto op zijn dak terecht gekomen. Dat gebeurde nadat de wagen achterop een andere auto botste en op de andere weghelft op de kop tot stilstand kwam. Ondanks de flinke klap raakte er niemand gewond. Een bewoner van een appartementencomplex in Goorle is gewond geraakt toen er brand uitbrak in zijn huis. Hij moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. Op dat moment was zijn hond nog in huis. Die moest door de politie worden gered. Het gaat om een pitbull die met een speciale hondengeleider uit het huis moest worden gehaald. De keuken was inmiddels helemaal zwart geblakerd. Een vrachtwagen met zand is gekanteld bij afrit Stamperschat bij Roosendaal. Dat gaf een flinke ravage, waardoor de A17 langere tijd afgesloten bleef. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is niet bekend. De officier van justitie heeft 24 jaar cel geëist in de rechtszaak tegen Marlon B. uit Hogeloon. Hij wordt ervan verdacht zijn ex-vriendin, Sylvana Heber, te hebben vermoord. Het werd een emotionele zitting. Ik walg van je en ik heb niks, maar dan ook niks van jou nodig, behalve het respect dat je me eerlijk vertelt wat je mijn dochter hebt aangedaan. Al verwacht ik niet dat je mans genoeg bent om me dat te vertellen. Aangezien je haar niet alleen vermoord hebt, maar haar ook in een kuil hebt achtergelaten in hoop dat we haar nooit meer zouden vinden. Over 2 weken doet de rechter uitspraak over de zaak op donderdag 15 februari.